We zitten hier in de catacombe van het oude Concordia, daarvoor nog van het oude gemeentehuis in Vieringsbeek, helemaal in de kelder en daar heeft dus de oude schoenendoos zijn archief. Het staat bijna vol en hier, de oude schoenendoos is dus een stichting van mensen die het jammer vonden dat er vroeger, redelijk na de oorlog, de jaren 60, 70, veel afgebroken werd, want al het oude moest maar weg en het moest maar vernieuwd worden. Toen hebben een stel mannen de koppen bij elkaar gestoken en gedacht van, dat laten we niet gebeuren. En toen, dan mogen jullie verder. Nou, toen, het begon in feite al wat eerder, want er kwam in de jaren 70 belangstelling voor oude foto's. De wederopbouw was achter de rug. En de mensen wilden weer de foto's die ze kenden van vroeger, van voor de oorlog of van tijdens de oorlog, wilden die mensen die foto's weer eens zien en eens terugkrijgen. Met de oorlog zijn er heel veel foto's verloren gegaan, veel afgebrand, met name in Overloon, maar ook hier in Vieringsbeek, in Maasee is ook veel. En die belangstelling voor die foto's was er, wij wisten dat en we zijn ze gaan verzamelen. We zijn avonden op pad geweest om bij mensen oude schoenendozen na te speuren op bruikbare foto's. Want we wilden die foto's kopiëren en ter beschikking stellen van de andere inwoners van de gemeente. Dat was ons verdienmodel ook, want we kopieerden die foto's en we verkochten ze voor een euro, voor een gulden toen nog. En we konden daar best van bestaan. Dat verzamelen van die foto's, dat werd natuurlijk een beetje een warboel, totdat Loet zijn activiteiten ontplooide en ging verzorgen dat ze dus gekopieerd en gerubriceerd werden. Ja, het is eigenlijk begonnen ook met het overknippen van de originele foto's. Die werden op een plaat gelegd met apparatuur erboven, eigenlijk een omgekeerd fototoestel. En er werd dan een nieuw negatief van die foto geknipt. En die foto die werd teruggegeven aan de mensen die ze hadden, wat hun eigendom was. Die negatieven, dat waren allemaal strookjes. Die gingen we niet afdrukken, maar die werden langs elkaar gelegd op een soort A4'tje. En daar werd een contactafdruk van gemaakt. En dan kreeg je zoiets, kreeg je dan. Die hebben we allemaal een nummer gegeven, een bladnummer en een volgnummer. En dit werd dan in duplicaat afgedrukt. Eentje werd opgeborgen in de map. En de andere werd helemaal losgeknipt. Alle fotootjes los. En dan hadden we kaarten laten drukken. Lege kaarten. En dan werd dan de fotootje werd er zo opgeplakt. Het nummer van het blad en het volgnummer van de foto werd erop gezet. En een kleine omschrijving. En dan kon hieronder kon komen staan wat er te zien was op de foto. En van wie? Dat hebben we zo jarenlang gedaan. Ja, van alle foto's. Hè. Dat is heel uiteenlopend. En het zit ook een beetje door elkaar eigenlijk. Want de ene keer, de ene avond kwamen er veel foto's van Vieringsbeek binnen. Ja. En een andere keer kwamen er foto's van Maasees binnen. Of van Groeningen. Of van Vortum. Overloon. Ja. Soms meerdere. En er werd mee aan de slag gegaan en er werd niet van tevoren gesorteerd. Pas toen we die kaarten gingen maken, toen werd er dan op vermeld van wat het was. Zodat we die altijd weer terug konden vinden. Dat is heel mooi. Maar waar deden jullie dat? Toch niet zomaar ergens bij iemand in de keuken of zo? Nee, onze eerste ruimte was op een boerderij op het Hulder. Daar kregen we, die boerderij was verlaten, die eigenaar ging eruit. En er was een ruimte in waar hij kantoor had, was rozenkweker. En dat kantoor kregen wij om ons werk te doen. En Leo Colaris, die foto's kopieerde, die werkte ook regelmatig op de Joffershof als toezichthouder. En die had er weer een ruimte, daar kon je zijn donkere kamer maken. Maar was dat toen nog steeds school? Die school die was toen, die school is opgeheven en er is een nieuwe school gebouwd op de plek waar die nu staat.
En wij kregen dus die ruimte in die boerderij. Daar hebben we steeds vergaderd tot 1995. Toen verliet de gemeente het gemeentehuis, werd samengevoegd met Boksmeer. En wij kregen deze ruimte, het oude archief van de gemeente. En wij moesten snel verhuizen, want anders dan zou, er, ja, zou onze ruimte vervallen waarschijnlijk. We hadden toen een idee met de mooiste foto's. Daar maakten we een vergroting van en een beschrijving. En die hingen we op in het gemeentehuis. En zo hingen er steeds 5, 6, 7 foto's in het gemeentehuis die we elke maand vervingen door nieuwe. Het was een heel succes. Het bevorderde in elk geval dat de mensen gingen kijken van of ze zelf nog oude foto's hadden. En ons informeerden of wij die foto's en zo wanneer wij die foto's konden krijgen. Nou, dat liep een tijd goed totdat we, nou misschien wel 2 jaar, totdat we dus toch een beetje door onze voorraad foto's heen waren. Maar ondertussen waren we ook begonnen met het kijken om die foto's op computer vast te leggen. En Loet had iemand ontdekt in Kuik, dacht ik, die heel bekwaam was om onze foto's over te zetten op digitale foto's. En zo werd ons hele archief in een avond of wat in Kuik mooi gekopieerd en hadden wij helemaal een digitaal archief. Toen wij gingen verhuizen naar deze ruimte, kregen we van de gemeente het verzoek om een soort boek te schrijven over de gemeente Vierlingsbeek. Een soort afscheidsboek. En dat noemden we Grenzen Verlegd. In Grenzen Verlegd in die zin dat de oude gemeentegrenzen opgeheven werden en dat er nieuwe gemeentegrenzen zouden komen. Dat was de reden dat we het boek Grenzen Verlegd noemden. En er werd door een aantal auteurs aan gewerkt, bekwame auteurs. En het is een schitterend boek geworden. Ja. Ja. Jullie nou, hebben ook veel boeken, of veel boeken uitgegeven, maar ook aan heel veel boeken meegewerkt. Met foto's dus. Ja, we kregen regelmatig aanvragen vanuit het hele land eigenlijk, van uitgevers ook. Ook voor het maken van schoolboeken, onderwijs. En of op bepaalde onderwerpen, waarvan ze dan bij ons foto's vinden op de website en dan vragen of ze die foto's mogen gebruiken voor de boeken. Dat hebben we in, niet alleen hier in korte kring gedaan, niet alleen in Vierlingsbeek en omgeving, maar ook aan veel boeken meegewerkt voor andere dorpen. Onder andere het boek van de Harmonie in Vortum. En momenteel is er ook weer een nieuw boek over een harmonie in wording. En ook daar hebben we foto's voor aangeleverd. De krant staat regelmatig op de stoep om te vragen naar een foto. En ja, we proberen zoveel mogelijk in de openbaarheid te treden met die foto's. Zo krijg je ook steeds veel meer werk. Ja, zo kriegen we steeds meer werk, ja. We hebben ook een aantal boeken zelf uitgegeven. En dit was het eerste. Vierlingsbeek en Groningen gaat voornamelijk over school en verenigingen. Werd uitgegeven door Ger Verhoeven en werd verkocht door Schot toendertijd in Boksmeer. Oh ja. Het volgende boek wat we uitgegeven hebben als schoenendoos was Grenzen Verlegd naar aanleiding van de opheffing van de gemeentes in 1996. Was voor ons een succesvol boek. En het laatste boek wat we uitgegeven hebben was Verboden Gebied. Ons succesverhaal. Meer dan 1600 of 1700 exemplaren van verkocht. Hebben we veel tijd en veel werk aan besteed. Maar het is een heel interessant boek. Ja. Heel mooi boek. Monique van der Zanden heeft geschreven. Ik het goed, hè? Ja. Ja, Monique van der Zanden was de schrijver. En de uitgever was Vincent. Vincent vervoerd. Ja. En toen kwam een computer en daar zijn jullie mee begonnen. Ja. En het groeide steeds verder. Ja. De computer deed zijn intrede en wij kregen ontzettend veel informatie. En hoe vind je nou op een gemakkelijke manier al die informatie?
Je kan een heel indexboek aanleggen, maar de computer deed zijn intrede, zoals ik al zei, en je kon er gemakkelijk de gegevens inbrengen en dan kon je heel gemakkelijk vinden en opzoeken. En we hebben toen zelf een computer gekocht, een van de eerste, en een programma erbij aangeschaft om hier indexen van te maken. En dat verouderde natuurlijk ook. En juist toen we zaten te denken over hoe gaan we verder, toen kwam in een keer een mailtje binnen van de Brabant collectie van de Universiteit van Tilburg. Deze. Die gingen een project opzetten om alle heemkundeverenigingen bijeen te laten komen en te kijken wat die allemaal in huis hadden. En toen hebben we al onze bestanden digitaal aan hun aangeleverd. En hun hebben die op hun website gezet en toen was dat de raadpleging. Dat heeft jaren zo gegaan, tot het moment kwam dat de club van de Brabant collectie niet meer daarmee verder ging, maar dat Erfgoed Brabant het overgenomen heeft. En sindsdien zijn we trouwe metgezel bij Erfgoed Brabant en verzorgen die onze digitale bestanden. Wij kunnen ze uploaden, informatie toevoegen en koppelen aan onze website. En kan iedereen erop inloggen, Loet? Op onze website wel en op de Brabant collectie en de site van Erfgoed Brabant kan gewoon iemand helemaal wereldwijd... Maar er is ook een werkprogramma? Ja, we hebben zelf een werkprogramma van Erfgoed Brabant is dat. Dat heet Major Memorix. En dat is natuurlijk niet voor iedereen toegankelijk. Alleen voor degenen die eraan werken en ervoor geautoriseerd zijn. Maar dat is eigenlijk onze gereedschapskist. Waar we de foto's in uploaden en waar we de beschrijvingen aan toevoegen. En waar we alles kunnen regelen om een prima weergave op de website te krijgen. Die website die kan iedereen vinden, hè? Als hij inlogt op zijn eigen computer en intoetst de Douwe Schoenendoos, dan vinden ze onze site. En dan kunnen ze onbeperkt genieten van foto's, verhalen, films. Streekverhalen, films. Ja. Die staan allemaal nou op de site van de Douwe Schoenendoos. Bedprintjes, films. Ja. Zelfs tot in Australië en dergelijke wordt het bekeken. Ja. Dan kunnen we zien aan de statistieken. Maar we kregen ook reacties binnen van over heel de wereld. Want ik weet dat er zelfs vanuit China werd er gekeken. Mensen van hier die geëmigreerd zijn en ja. Die dan toch of een beetje... Of iets zoeken hier. Ja, ja. Of iets zoeken. Of iets dergelijks. Ja. Maar vooral ook uit Australië, Nieuw-Zeeland en zoiets. Allemaal kinderen, kleinkinderen van immigranten. Die het heel leuk vinden om iets over hun de oorsprong van hun voorouders te zien. En te beleven. Daarom is het ook belangrijk dat wij boeken die we hebben en die geschreven zijn soms al 50 of 100 jaar terug, dat we die ook digitaliseren en dus zichtbaar maken op onze site en ook leesbaar maken op onze site. Nee, dat is www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl. Ja, dat is de website. En daar kan iedereen zoeken en kijken en mailen als ze iets gevonden hebben wat ze dus... Jullie hebben foto's, foto's als zoekplaatjes die de mensen kunnen zien, die ze aan kunnen vullen met een mailtje naar, naar jou, hè? Maar, het komt toevallig bij mij binnen, maar er kan veel meer op de website, hè? We hebben een gedeelte dat heet info-websites en mensen die zich voor andere takken van de sport in de geschiedenis of in de cultuur interesseren, die kunnen daar ook heel veel informatie vinden en links waar ze op door kunnen klikken. En een aantal werkgroepen hebben we erin ondergebracht. En je vindt er gewoon heel veel informatie. Je kunt er echt avondvullend op rondstruinen. Leuk, mooi. Maar jullie zijn jarig. De Oude Schoenendoos is jarig. 11 november, als ik het goed weet. Ja, 11e van de 11e zijn we 40 jaar. En naar aanleiding daarvan hebben jullie een tentoonstelling. Ja. En dat kon dus niet in dat weekend, want dan komt Sinterklaas. Dus het is een week later, 19 en 20 november, voor iedereen toegankelijk. Ja. Ja. Vanaf
zaterdags vanaf 1:30 tot 5. Zondags is er ook een mogelijkheid om de toren te beklimmen. En zondags is de tijd van 11 tot 5. Ja. Dus alleen zondags de toren beklimmen. Oké. Okay. Ja. Ja. Heel veel plezier. En succes met het voorbereiden. Dankjewel. Ja, dank je.